Ja, elke lach is een overwinning. Misschien jouw motto ook wel. Maar het is ook het motto van Stichting Sport Helpt. De stichting laat zieke kinderen kennis maken met hun favoriete sporthelden. Het is een idee van de Olympische hockeyers Tim Jenniskens uit Tilburg en Rogier Hofman uit Vught. Smile. In het ziekenhuis krijgt het kind de kans om één op één met zijn sportheld te praten. Daar zijn dan zo min mogelijk mensen bij aanwezig. De twee topsporters wisten niet dat zieke kinderen zo vrolijk konden worden van een bezoekje van hun sportheld. Totdat ze het zelf meemaakten. De jongen was ernstig ziek en wij zijn daar geweest. En met een uur daar zijn hebben we de jongen eigenlijk zo blij gemaakt. Want ze hebben zo'n groot impact gemaakt. Dat ik eigenlijk op het moment dat we het ziekenhuis uitliepen, zoiets hadden van ja, dit kan niet dat we hier niet meer mee doen. En dat we hier niet iets structureels voor opzetten. En eigenlijk vanaf dat moment is het idee geboren om Sport Helpt op te zetten. En ook meteen de naam eigenlijk eraan verbonden. En dat was eigenlijk de hele reden. Dat ik het zelf heb meegemaakt wat voor impact het heeft. En toen hadden we hier gedacht om misschien dan via het netwerk dat we hebben een aantal sporters te regelen. En maar volgens mij hadden we binnen een uur deden we 40 Olympische sporters mee. En nu zit het op 200. Sindsdien zijn er voor de twee Brabanders nog twee dingen echt belangrijk in hun leven. Als ik moet kiezen tussen een ziek kind of medaille is een makkelijke keuze. Maar liefst allebei natuurlijk. Medaille halen en daarmee het kind helpen. En dat zeggen we allebei. Maar het liefst gewoon zoveel mogelijk kinderen helpen. Dat is ons enige doel. Ook andere spelers worden betrokken bij Sport Helpt. Heel mooi wat ze aan het doen zijn. En als ik op, vind het gewoon mooi hoeveel tijd ze daar gebruiken om kindjes te helpen. Beide jongens zijn nu afgestudeerd en naast eigenlijk het hockey zijn ze vol met de stichting bezig. In ieder geval wat ik ervaar. Dus dat is alleen fantastisch dat je zoveel tijd en energie op vrijwillige basis erin steekt. Ja, fantastisch initiatief. Ik ben zelf ook wel eens heb ik dat gedaan om zieke kinderen te helpen en langs geweest. En je merkt dat je daar kinderen heel blij mee kan maken. Dus fantastisch eigenlijk. Heel Brabant is eigenlijk heel trots op wat jullie doen en wat jullie hebben opgezet. En daarom zijn jullie genomineerd voor een hele mooie prijs. En dat is namelijk de Brabander van het jaar. Wat gaaf. Ja, wat cool. Dit vind ik echt heel speciaal. Ja. Holy shit, ja. Pak je mooi houden, hè? Vind ik heel cool. Ja, super bedankt. Ja, ja, dat is heel gaaf. Dat vind ik echt heel cool. Weet je wat het leuke is aan dit? Is ten eerste super bedankt. Maar het gaaf is dat we iets willen doen. En dat iedereen, en ook jullie nu dus... die bevestiging geven. Ja, ja, dat is het helemaal. Dat is, die bevestiging zoek je niet, maar het is heel bijzonder dat je die krijgt. Ja, leuk. Ze zijn lekker enthousiast. Goed, we hebben nog twee genomineerden te gaan. En dan mag je ons laten weten wie die titel Brabander van het jaar verdient.